Marcus. Hey, Lucy. Hoi. Hey, die film vorige week, was dat gezellig, hè? Ja, ja, was wel leuk. Ik heb er echt nog heel lang over nagedacht. Jij ook? Nee, ik dacht, ik had heel erg druk. School, huiswerk, schoolfeest. Weet je al met wie je naar het schoolfeest gaat? Nee, nog niet. Maar ik moet even een belletje plegen. Ik spreek je later. Dat duurde lang. Zo moeilijk was het ook niet. Ja, ik vond het wel lastig, man. Mietje. Hé, laat het opschieten. We hebben zo meteen een meeting voor de school gehad. Hé, Marcus. Hoe ging je toets? Ja, ging goed. Ik moet er nu vandoor. Spreek je. Hé, maar Marcus, hoe zit het nou met die chick van je? Ja, dat was wel leuk. Hé, maar vanavond anders even naar de bioscoop. Nog even gamen? Nee, man. Ik heb een afspraak staan met mijn zus. Training, man. Sorry. Hé, hey, grap. Doe niet gierig, man. Geef die fles hier. Hey pap. Hey Marcus. Hoe was je schooldag vandaag? Ja, ging wel goed. Hey, kom even naast me zitten. Ik heb nu geen tijd. Kom even zitten, want we moeten het een keer over je moeder hebben. Je hebt echt geen tijd, pap. Marcus. We moeten het hier echt een keer over hebben. Jongen, het gaat echt niet goed met je moeder. Laat me gewoon met rust. Ja, dit is in feite nog het concept, dus we kunnen het nog eventueel aanpassen. Ja, we kunnen het zeker aanpassen. Ik vind die wel goed. Ik vind ze allemaal goed. Ja, maar mag ik kiezen voor de... Goedemiddag, jongens. Hey, Marcus. Hoe staat het met het interview van het beentje uit 5A? Ja, dat is helaas nog niet gedaan. Een van de jongens is ziek. En nu? Zo haal je deadline dus nooit meer! Ja, het maakt toch niet uit? Dan doen we het gewoon voor de volgende editie. Wat denken jullie wel, verdomme! Gast, doe even rustig, man. Het is maar een schoolkrant. Zal ik het in alles omgaan? Ja, Marcus. Zo heb ik er echt helemaal geen zin in. Gast, je moet echt even chill gaan doen, man. Zo willen we echt niet samenwerken. Hey. Ik heb vorige week gehoord dat mijn oma is overleden. Maar het gaat best goed hoor. Mijn vrienden en familie die helpen me. Nou, doe je. Zitten, jongen.
Ja, wacht even. Lucy. Hey. Hoi. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat wel goed. Eigenlijk. Spijt me van vorige week. Sorry. Ik vond het echt leuk met je. Ja, het was wel gezellig, hè? Ja, echt. Gewoon gezellig. Hoe ging je tot trouwens? Heel goed. Je bent 9. Oh, opschrijven!